Wij voeren u in deze uitzending van GovTV naar de Nationale Assemblée, waar president Desiré Delano Bouterse is ingegaan op vragen van enkele DNA-leden. Ik denk dat de vraag gesteld door lid Asadang illustratief is voor hoe mensen hier vragen stellen. Ik begrijp de hele positieve vraag. We zijn een aantal, pak een beetje 2 jaar terug zijn we naar het binnenland geweest. Met een aantal doktoren. Met een aantal mensen van de internationale organisaties, WHO enzovoorts. En daar hebben we een aantal zaken geconstateerd. En wat we geconstateerd hebben, is dat de wijze hoe wij door omstandigheden met ons milieu omspringen, het totaal verkeerd gaat. We hebben het bedrijfsleven aangesproken. En de ervaring van de minister van Volksgezondheid, zoals u weet heeft, Nikeri, een van de, althans ik denk de betere verbrandingsoven met betrekking tot ziekenhuisvuil. En dan niet alleen maar te denken aan watjes en pleisters en gaas, maar ook aan antenen en stukjes voet en handen en dergelijke. Zwaar discussierend zijn we gekomen dat hoe zou het mogelijk zijn om onze rivieren te vrijwaren. Wat kosten die dingen? We zullen een project gaan opschrijven. En uiteindelijk hebben we tien ovens binnengehaald. De plaatsen zijn aangehaald, Atjoni en noem maar op. En weet u hoe de vraag hier wordt gesteld? Dan maak je niet een compliment van ik heb er in mijn afgelopen 15, 20 jaar nooit aan gedacht. Men gaat je gewoon zeggen, maar waarom heeft de Wagenwegstraat nog geen vuil verbranding? We hebben nooit wat gedaan aan, bitter weinig wat gedaan aan volle woningbouw. Er is een hele structuur opgezet. We hebben aangegeven dat het tekort, toen het tekort was van 18.000 woningen, dat zou de opdracht zijn. We hebben een fabriek laten bouwen. Er is gebouwd, ondertussen is de. We hebben nog aangegeven dat je ongeveer 1500 woningen per jaar erbij komen. Er is een hoop gebouwd, ondertussen is de zaak toegenomen met 23.000 tot 25.000 huizen die we nu tekort hebben. Er is het plan, wederom, nu met particulieren en de banken, voor de 2024, los van andere particulieren, om 10.000 woningen op te zetten. En is de vraag weer, zo komt dan de vraag, je zou 25.000 huizen opzetten. Waar zijn die 25.000 huizen? Nou, wanneer op die manier de vragen worden gesteld, dan kan ik alleen maar naar luisteren en de aantekeningen maken. Wanneer wordt aangegeven, mevrouw de voorzitter, dat het budget verdubbeld werd en we zeker niet de zaken in de consumptieve sfeer moeten verkwanselen, dat is 1 en 1. Dat is 1 en 1. Maar neemt men de tijd om zich af te vragen, wat is nou het ontwikkelingsconcept, wat is nou de blauwdruk? Hoeveel van onze inspanningen moeten waar ingaan? En wat is ondersteunend aan jouw productie? Het probleem is, mevrouw de voorzitter,
pratend vanuit een concept en pratend vanuit politieke, hoe zal ik zeggen dan, politiek willen praten en politiek willen scoren, zonder om conceptueel. Het wordt moeilijk om met mij te praten als u over concept kunt praten. Als u geen concept hebt, wordt het moeilijk om met mij te discussiëren. Dus ik begreep het helemaal. Wanneer ik u uitleg dat zoveel procent van de infrastructuur ondersteunend is aan de productie, wanneer ik u aangeef hoeveel wij stoppen in educatie dat te maken heeft met de toekomstige ontwikkeling. Maar erger nog, mevrouw de voorzitter, men heeft niet geluisterd naar de uitleg over de economie. En daar gaat het uiteindelijk om. Wanneer ik daar sta achter het spreekgestoel, mevrouw de voorzitter, en ik geef heel concreet aan in welk zwaar weer komende van 2014, waar de zaak nog 4,5% groeiende was, en aangeef dat in 2015 wij een duik maken en een inkrimping krijgen van min rond 4-5%. En aangeef dat door een stuk prudent beleid, en hoeft mij niet te geloven, u moet u tijd nemen om de internationale rapporten te lezen en zeggen wat de IMF zegt over, want het gaat om de economie. En we zijn gekomen van diep daar beneden, mevrouw de voorzitter. Van diep daar beneden, van min 5,5, hebben wij samen de zaak kunnen optrekken naar 1,7, 1,5, noem maar op. Is een enorme prestatie. En als ik me dan vraag van ja, maar u hebt die sluis daarachter is nog kapot. Daar hebt u gelijk, die sluis is nog kapot. We gaan een manier vinden om samen met de regering. U weet, je hebt sommige mensen die kunnen gedijen in scenario's. Ik kan me best voorstellen. Maar je hebt weinig mensen die scenario's kunnen maken. En dat scenario welk straks gemaakt wordt, maakt uw borst maar nat. Het scenario welk straks gemaakt wordt, want wanneer wij dit team, het is niet iedereen heeft een scenario te maken. Erin te functioneren zou misschien kunnen. Wanneer dit team, zoals wij een concept hebben, gaat bewegen, dan zullen we samen de resultaten meten. Dus ten aanzien van Venezuelse parken is een vraag. Het is, voorzitter. Voorzitter, u hebt daar een aantal zaken gezegd. Ik heb duidelijk uitgelegd wat de grondwet ons gebiedt. We hebben duidelijk aangegeven. Wanneer wij als volwaardig lid van de UN opereren. En wanneer wij op basis van niet alleen maar zaken die wij via de media vernemen. Want als wij ervan uit zouden gaan, zaken die alleen maar in de media voorkomen. Dat was een different ballgame. Wij hebben instituten aan de grond in Venezuela geraadpleegd. Wij hebben onze organisatie aan de grond in Venezuela gestationeerd. En we hebben op basis van de bevindingen gekoppeld aan onze grondwet, hebben wij een standpunt ingenomen. Ja, we weten dat er mensen zijn die
zich zaken laten voordicteren door het buitenland. En dat mag, hangt af van je karakter. Maar ik denk dat wanneer je leiding geeft, het enige wat u moet zeggen, waar ik in mee kan komen, is dat de regering onvoldoende de gemeenschap heeft geïnformeerd hoe zij tot zulke standpunten komt. Maar voor de rest kan ik me best voorstellen dat mensen zich op die manier, tegen het vraagstuk aankijkt. Want inderdaad, als je zou kijken naar de vluchtelingenstroom, dan doet het me soms denken aan mensen die politiek voeren. Echt wel. Als je kijkt naar de vluchtelingenstroom. Ik heb ook wel mensen gezien die overdag met een truck naar een district reden waar de fietsen geëtaleerd werden. En 3 uur in de ochtend werd er een deksel overheen gegooid en gingen de fietsen terug naar Paramaribo om de volgende dag weer te fietsen. Dus dat vluchtelingenstroom, ik kan dat verhaal. Ik heb uw naam niet genoemd. President, graag. Mijn Frans Gelheffer. Niet buiten de microfoon. Mijn verontschuldiging. Het is ook de vraag om ons af te vragen. Hoeveel niet-Venezolanen zijn woonachtig in Venezuela? Laten we die vraag stellen tegenover wat u zegt, klopt. Venezolanen verlaten het land. En slachtoffer van een bepaalde situatie misschien. Zijn slachtoffer van de mediacampagne, God knows. Belangrijk is, dat zijn interne zaken daar waar wij een standpunt over hebben ingenomen. En wij daar internationaal recht iedereen in de ogen kan aankijken hoe of wat.